ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد best brothers en zusters beste luisteraars الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala die het mogelijk heeft Dat wij vandaag online bij elkaar zijn gekomen. met het doel om profijtvolle kennis en begrip op te doen. over onze religie. En deze lezing, beste mensen, en ook de aankomende lezingen. zullen, zoals aangekondigd, in het teken staan. van de verhalen van de profeten. Enige tijd geleden hebben wij hiermee een start gemaakt en hebben wij na een inleiding over het geloof in de profeten stilgestaan bij de volgende profeten: Adam, Noach, Hoed, Salih en Ibrahim, salatu salam En vandaag zullen wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala deze prachtige reeks hervatten. En dit zullen wij doen door stil te staan bij de profeten Ismail, Ishaq en Ya'qub alayhi wassalam. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze prachtige reeks van verhalen over onze profeten tot

Ismaël en zijn moeder Hajar woonden in Mekka. Ishaq en zijn moeder Sarah en Ibrahim a.s. verbleven en woonden in Hashem in Filistië. Ismail salam groeide dus op in Mekka. Hij groeide op. Tussen de oorspronkelijke Arabieren, die waren geëmigreerd vanuit Jemen, zoals het volk Jurhum. En toen zij zagen wie Ismaël was en wat voor karakter, eigenschappen hij bezat, Huwden zij hem aan een van hun vrouwen. Ibrahim a.s. bezocht zijn zoon Ismaël. bij tijd en weilen op. En op een dag zocht hij hem op. Ibrahim a.s. was inmiddels een oude man. Geworden. Zijn zoon Ismail was inmiddels getrouwd en zijn moeder was inmiddels overleden. Ibrahim vond zijn zoon Ismail niet thuis. Zijn vrouw deed de deur open. Hij vroeg aan haar. Waar hij was. En zij antwoordde: hey, Hij is buiten. Hij is buiten de deur. Hij is de kost aan het verdienen. En er wordt gezegd, beste mensen: dat Ismaël a.s. de kost verdiende met het jagen. Ibrahim a.s vroeg toen aan die vrouw over hun leven, over hun bestaan. En zij antwoordde, Nachnu bishar. Nachnu wa Wij bevinden ons in moeilijke, in sombere, in slechte tijden. En zij klaagde bij hem over hun bestaan en leven. Toen zei Ibrahim salam) tegen haar. Als jouw man thuis komt. Geef hem de salam van mij. En zeg tegen hem. En zeg tegen hem. Dat hij de drempel of het opstapje van zijn deur moet veranderen. Toen Ismaël salam thuis kwam. Had hij het gevoel. Dat er iemand was langs geweest. En hij vroeg aan zijn vrouw. Of er iemand was langs gekomen. En zij antwoordde. Ja wel. Er is een oude man langs gekomen. En zij beschreef. Deze man. En hij heeft over jou gevraagd. En ik. Heb hem. Hierop geantwoord. Vervolgens heeft hij mij gevraagd over ons leven en bestaan. En ik heb tegen hem gezegd dat wij ons bevinden in sombere en moeilijke tijden. Isma'il alayhi s-salam vroeg vervolgens aan zijn vrouw: "Hel bi Heeft deze man jou opgedragen om iets te doen. En zij antwoordde naar hem: Hij heeft mij bevolen om jou de salam te geven en hij heeft gezegd dat jij de drempel van jouw deur moet veranderen. En toen zei Isma'il alayhi abi." Die persoon die langs is gekomen dat is mijn vader en hij heeft mij bevolen om jou te verlaten om van jou te scheiden. haqi bi ahlik. Voeg je toe en sluit je aan bij je familie. En hij scheide vervolgens van deze vrouw en trouwde met een ander. En na een tijd Kwam zijn vader hem weer opzoeken. En ook deze keer was hij niet thuis. En zijn vrouw deed de deur open. Ibrahim a.s. vroeg aan die vrouw waar hij was. En zij antwoordde: Hij is buiten. Hij is de kost aan het verdienen. Hij vroeg vervolgens over hun leven. Over hun bestaan. En zij antwoordde:

Vervolgens vroeg Ibrahim alayhi salam aan Allah subhanahu wa ta'ala om hen te zegenen in het vlees en in het water. En hij zei tegen die vrouw: "Wanneer jouw man thuis komt, geef hem de salam van mij." En zeg tegen hem dat hij de drempel van zijn deur niet moet veranderen. Toen Ismaël a.s. thuis kwam, vroeg hij aan zijn vrouw of er iemand was langsgekomen. En zij antwoordde: Naam, jawel. Er is een oude man langsgekomen die er goed uitzag. En zij prees hem. En hij heeft over jou gevraagd. En ik heb hem geantwoord. Vervolgens heeft hij gevraagd over ons leven en bestaan. Waarop ik antwoordde dat wij het goed hebben. Hebben. Toen vroeg Ismaël aan zijn vrouw: Heeft hij jou iets opgedragen? En zij antwoordde naam. Hij heeft jou de salem gegeven, en jou bevolen om de drempel van jouw deur niet te veranderen. En toen zei Ismaël alayhi salam. Dake abi, die persoon. Dat is mijn vader. En jij bent de lehetheber, die drempel, dat opstapje. En hij heeft mij bevolen om jou te houden. En deze metafoor, beste mensen, waarbij een vrouw een drempel of een opstapje van het huis wordt genoemd, is een bekende metafoor bij de Arabieren. En de reden hiervoor is is dat beiden zowel de drempel of het opstapje van het huis en de vrouw een bepaalde belangrijke eigenschap bezitten, namelijk het waken over de deur, het waken over het huis en het beschermen van datgene wat zich in het huis bevindt. Zoals jullie duidelijk kunnen zien, in deze gebeurtenis heeft Ismail alayhi zijn eerste vrouw gelaten. Hij scheidde van haar. Omdat zij onvrede had, ontstemd was over de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. In tegenstelling door de tweede vrouw. Die had voldoening. Die was tevreden met hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala aan hun had gegeven. Zij had al iets wat velen van ons, wat vele broeders en zusters vandaag de dag kwijt hebben geraakt. En de werkelijke rijkdom en welstand Bevindt zich in het en niet in het verzamelen van rijkdommen. Zoals een van de zelf heeft gezegd, Abu Suleiman het Darani, Rahimahullah Azawajal, hij zegt: Inna koumen talabu ghina. Er was een volk die op zoek was naar rijkdom. En zij dachten dat dit. Te vinden was in het verzamelen van rijkdommen. Van geld. Maar zij vergisten zich. Rijkdom en welstand. Vind je in Al-Qanaa. De vraag. Die sommigen van, van jullie wellicht. Hebben. Is. Of wij uit dit verhaal kunnen concluderen dat wanneer een vader tegen zijn zoon zegt dat hij van zijn vrouw moet scheiden, of hij hem hierin moet gehoorzamen. Vooral als wij weten dat er is overgeleverd dat de Umar Radiallahu an zijn zoon Abdullahi ibn Umar heeft opgedragen. Om van zijn vrouw te scheiden. Waarop hij vervolgens ging. Naar de profeet alayhi salatu wassalam. En toen zei de profeet alayhi salatu wassalam. Tegen Abdullah ibn Umar. radiallahu anhuma. Ati'a abaka. Gehoorzaam je vader. Het antwoord op deze vraag. Beste mensen. Wordt gegeven. Door de groot geleerde. Mohammed ibn Salih ibn Uthaymeen. Hij zegt dat er twee situaties denkbaar zijn. De eerste situatie is dat de vader dit opdraagt aan zijn zoon op basis van een legitieme, geldige islamitische reden. Bijvoorbeeld omdat zijn vrouw flirt met mannen. In, dat, in dit geval moet de zoon de vader gehoorzamen. Waarom? Omdat hij dit niet zegt op basis van lusten en begeerten, maar op basis van een legitieme en een geldige reden. En de tweede situatie, beste mensen, is wanneer de vader of de moeder dit opdragen aan hun zoon, maar niet op basis van een geldige of een legitieme reden. Bijvoorbeeld. Wanneer zij het gevoel hebben dat hun zoon meer houdt van zijn vrouw dan van hen. In dit geval is het niet verplicht voor de zoon om zijn vader of moeder hierin te gehoorzamen. En vanuit dit gedachtegoed, vanuit deze context, is er overgeleverd. لذلك عندما نأتي الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أنا أريد أن هم أن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي أبي لدي بفولة لتسخيب زوجتي لذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لا تطلقها لا تسخيبها لذلك أجدد أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر؟ أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك. إسديد صوته لل prophets صلى الله عليه وسلم. ابن عمر، heeft bevolen om te scheiden van zijn vrouw toen zijn vader Umar hem dit had opgedragen. En toen antwoordde deze grote imam al-imam Ahmed رحمه الله عزوجل. Met de volgende prachtige woorden: hel Omar. En is jouw vader zoals Omar? Is jouw vader zoals Omar in godsvrees? Is jouw vader zoals Omar in het doen van aanbiddingen? Is jouw vader zoals Omar in het verrichten van goede daden? Omar, Radiyallahu an. Heeft zijn zoon opgedragen. omdat hij hiervoor een geldige. en een legitieme reden voor had. Allah subhanahu wa ta'ala. heeft Ismail a.s. geprezen in de Koran. op verschillende plaatsen. Hij zegt in Surat Maryam. vers 54 en 55. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أخذك إسماعيل في الكتاب في القرآن فور بار هذا استراو أن زين بلوفت هذا استراو أن زين بلوفت هذا استراو أن زين بلوفت هيروفا فورت خزيخ Dat wanneer Ismaël alayhi salam iets beloofde, dat hij dit altijd nakwam. Op zo'n manier dat hij ooit een man had beloofd om zijn plek in te nemen totdat hij terug zou keren. En die man keerde pas terug na drie dagen. En gedenk Ismaël in het boek. Voorwaar, hij was trouw aan zijn belofte En hij was een boodschapper en een profeet. يأمر أهله بالصلاة والزكاة. En hij beval zijn familie het gebed te verrichten en de zakat af te dragen. En zijn Heer was tevreden over hem, want hij was gehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala. هديت وان الله سبحانه وتعالى فنهم فروخ وضل الله سبحانه وتعالى تفريدا اوفر هم ان 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 ander vers in het hoofdstuk sad vers 48 وذكر اسماعيل واليسع ود الكفل ان خدك اسماعيل ان اليسع هذا الكفل وكل من الاخيار ان زي بهورهه allemaal

Hun onze genade, min al salihin. Waarlijk, zij behoorden tot de rechtschapenen. Ismaël a.s. was de eerste van de nakomelingen van Ibrahim a.s. die de pure en de zuivere Arabische taal, Arabische taal sprak, omdat hij dit heeft geleerd. Beste mensen, van die oorspronkelijke Arabieren die waren geëmigreerd uit el Jemen. En hierover zegt onze Profeet het volgende: Owelu, men volgende. Allahu bil de eerste, een van de nakomelingen van Ibrahim, alegi salam, wiens tong Allah subhanahu wa ta'ala heeft uitgebreid. Met de pure en de zuivere Arabische taal. Dat was Ismaël. En hij was op dat moment 14 jaar. Ismaël a.s. was een profeet. Een boodschapper. Gestuurd naar die Arabische stammen. Waaronder hij zich begaf. En naar de omgeving. Er wordt gezegd dat Ibrahim al de eerste was die het paard heeft bereden. Want daarvoor, beste mensen, waren paarden wilde dieren en werden deze niet bereden. Bereden. Ismail a.s. is gestorven in Mekka na het voltooien van zijn profeetschap. En hij is begraven naast zijn moeder. En er wordt gezegd dat hij is gestorven toen hij 137 jaar was. En van alle nakomelingen van Ismaël alayhi is er maar één profeet gekomen. De beste der profeten. En dat is onze profeet Mohammed a.s. De tweede zoon, de tweede zoon van Ibrahim alayhi Dat was Ishaq. ان خروت خليرت ابن كثير رحمه الله عز وجل ها أوفر ده مدر فالإسماعيل هاجر هات فوخند ها زخت وولدته ولي من العمر ستون وثمانون سنة ها زخت ده هاجر إسماعيل هيفت ان ابراهيم بس اوف ذات مومنت 86 خيار قبل مولد اسحاق ب 13 سنه فور دو خبورت فان اسحاق ب 13 يار واوحى الله الى ابراهيم يبشره باسحاق ان الله سبحانه وتعالى هيفت ان ابراهيم geopenbaard De verheugende tijding van de geboorte van Ishaq, van Sarah, فخر sajidan lillah. En toen hij dit hoorde, Ibrahim, alayhi stortte hij neer. Hij knielde neer voor Allah subhanahu wa ta'ala uit dankbaarheid. Dus Ismail, alayhi salam, is geboren. En Ibrahim a.s. was op dat moment 86 jaar. En dit was 13 jaar voor de geboorte van Ishaq. En deze verheugende tijding, deze bushra, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft aangekondigd aan Ibrahim. Die vinden wij terug in het hoofdstuk As-Safat, vers 112. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala. Zegt, En wij verkondigden hem de verheugende tijding van de geboorte van Ishaq. Een profeet die tot de rechtschapenen behoort. En deze verheugende tijding, beste luisteraars, heeft zich afgespeeld toen Ibrahim a.s.w. gasten op bezoek kreeg. Bijzondere gasten. Speciale gasten. gasten gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. Gasten in de gedaanten van mensen. Maar die in werkelijkheid engelen waren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Hud vers 69 tot en met 71. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا Salam en voorzeker, onze gezanten, onze gezanten, engelen, kwamen tot Ibrahim met de verheugende tijding. Zij zeiden, Salem, en hij antwoordde, Salem. En het duurde niet lang, of hij kwam met een geroosterd kalf naar hen toe. Hij kwam niet met een deel van een de kalf, beste mensen, en beste luisteraars. Hij kwam met een hele kalf. En dit geeft aan. Dit geeft aan hoe gastvrij hij was. Want hij stond bekend om zijn gastvrijheid. Hij stond bekend om zijn toppunt van gastvrijheid. En zijn deur stond altijd open. En je hoefde geen toestemming te vragen om naar. Binnen te lopen. Maar toen hij zag dat hun handen zich daar niet naar reikten, één naar de maaltijd, wantrouwde hij hen. Hij wist niet dat dit engelen waren. En engelen die eten niet, die drinken niet. En in die tijd, beste mensen, was het de gewoonte. Van de mensen, wanneer er eten of een maaltijd op tafel wordt neergelegd voor een gast. en die gast wil niet eten of drinken. dat dit betekent dat deze gast een bepaalde kwaadheid koestert. en verbergt voor de bezitters van het huis. En daarom werd Ibrahim a.s. bang. Wa'au jessamin hum Er raakte vervuld met vrees voor hen. En toen de engelen dit zagen, stelden zij hem gerust. Kalu, Kalu, Zij zeiden, vrees niet. Inna ursilna ila Voorwaar, wij zijn naar het volk van lood gestuurd. En zij vertelde hem dat zij engelen waren. Gestuurd.

En in een ander vers in het hoofdstuk El Hijr, vers 15. Zij zeiden: Wees niet bang. Waarlijk. Wij verkondigen jou. De verheugde tijding van de geboorte van een zoon met kennis. De engelen brachten dit. Goede nieuws naar Ibrahim a.s. en naar zijn vrouw. En Allah subhanahu wa ta'ala kondigt deze bushra, deze verheugende tijding aan met een ghulam al-alim. En in een ander vers met een ghulam al-halim. Op twee plaatsen.

En in het hoofdstuk ad vers 28, En zij verkondigde hem de verheugende tijding van de geboorte van een zoon met kennis. En deze zoon, die wordt omschreven als de zoon met kennis, daarover zeggen de meerderheid van de geleerden en de mofesseriën, dat dit Ishaq a.s.w. is. En in één vers,

اسحاق عليه السلام the father فون the زونن فون اسرائيل اي فان يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام تون هاي ديزه انكونديرينغ ان ديزل بشره هوردي اوفر د geboorte اسحاق انتوردي هاي قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون Hoofdstuk Al-Hijr, vers 54. Verkondigen jullie mij de verheugende tijding van de geboorte van de zoon, terwijl ik door ouderdom ben getroffen. Waarmee verheugen jullie mij dan? Hij stond verbaasd, beste mensen. Versteld, kon het niet geloven, omdat hij door ouderdom was getroffen. En ook zijn vrouw, Sarah. فَأَقْبَلَتِ مَرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Hoofdstuk Dhariyat vers 29 Waarna zijn vrouw schreeuwend kwam aanlopen en op haar gezicht sloeg en zei Ik ben een onvruchtbare oude vrouw. En in het hoofdstuk Hood vers 72 zegt zij يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ذا زي فرباست في مي. زال إيك ان كنت بار ترفال إيك ان أود فراو بن ان هاي من إخت خنوت ان أود من إس إن هذا لشيء عجيب فوربار بار ديت إز زيكر إيتس فربازين بكنس Zij waren beiden verbaasd en versteld, omdat er twee belemmeringen waren, beste mensen, voor het krijgen van een kind. Ouderdom die van toepassing was op hen beiden en onvruchtbaarheid die van toepassing was op Sarah. Maar deze engelen, beste mensen, die met dit goede nieuws zijn gekomen, die hebben dit gedaan op bevel van de heer der werelden van degene die geeft en neemt degene die tot alles in staat is degene voor wie er geen belemmeringen zijn an lahu kun zijn bevel, wanneer hij iets wil, is slechts dat hij er tegen zegt: Wees en het is. En daarom antwoordden de engelen: De engelen zeiden tegen Sarah: verbaas jij, verbaas jij je over het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala? Is het niet zo, beste mensen? En beste luisteraars, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala Adam alayhi salam heeft geschapen zonder vader en moeder? Is het niet zo dat Allah Subhanahu wa Ta'ala Hawa, zijn vrouw, heeft geschapen uit hem zonder vader en moeder? as Allah subhanahu wa ta'ala hiertoe in is, dan is hij in staat om deze twee belemmeringen, ouderdom en onvruchtbaarheid, weg te nemen. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت De genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En zijn zegeningen zijn voor jullie. O bewoners van het huis. Voor waar hij, Allah subhanahu wa ta'ala, is meest prijzenswaardig. Meest glorie rijk. De groot geleerde, al-imam al-Qurtubi. De bekende Mufessir. Hij zegt over deze el bishara Over deze aankondiging. Van deze verheugende tijding. Van de geboorte van Ishaq. Hij zegt. Kana bein el bishara Wal-wilada sana. Tussen die al-Bishara. Die aankondiging. Van die verheugende tijding. En de geboorte van Ishaq. Zat een jaar. het Sara. Lem talit kabela En Sara kon ervoor. Geen kinderen krijgen. Of heeft geen kinderen gekregen. Voor dat moment. Fawaladat. Wahia bintu tis'in wa tis'ina sana. En zij kreeg een kind. Ishaq. Alayhi salam. En zij was. Op dat moment. Toen der tijd. 99 jaar. Wa Ibrahim. Yawma id. Ibnu mi'ati en Ibrahim was op dat moment 100 jaar. Er is niet veel bekend, beste mensen. En beste luisteraars. Over het leven van Ishaq. Over zijn profeetschap. Hij was een nobele profeet. Een edele profeet. Hij bevond zich op het geloof en religie. En wetgeving van zijn vader Ibrahim. En nadat hij trouwde, kreeg hij. Twee zonen, twee een tweeling. De ene genaamd Eloïs, de vader der Romeinen, and en de ander Jacob. En Jacob, dat is dus de zoon van Ishaq, en Ishaq is de zoon van Ibrahim. En Jacob heeft ook een andere naam: Israël, in het Hebreeuws. En Israël. Bestaat uit twee woorden. Isra, dat betekent dienaar. En Il, dat is een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Isra'il wil zeggen, dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor ons, beste mensen, is het, is het natuurlijk niet toegestaan om deze naam Il toe te schrijven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want in onze الشريعة زي أن من الله سبحانه وتعالى توقيفية ذات فيل زيخن ذات دافور uit de أد القرآن أو السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم يعقوب أن العيص سان برور هذا en hun أن vond فونت بيتر أم يعقوب Te sturen naar zijn oom, Laban, in de oude stad, of in de stad genaamd Harran, die vandaag de dag ligt in Turkije. Onderweg naar deze plek, bij het aanbreken van de nacht, wilde Yaqub alayhi salam slapen. Hij pakte een steen en sliep. Hierop. Hij kreeg een droom. En zoals jullie allemaal weten, zijn dromen van profeten openbaringen. Hij kreeg een droom waarin Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem zegt. Ik zal jou zegenen. Wa -y -y en ik zal jouw nakomelingen groot maken. Ik zal jou veel nakomelingen schenken. En ik zal jou deze plek geven. Jacob a.s.w. toen hij wakker werd. Plaatste hij een teken. Op die plek waar hij had geslapen. Zodat hij deze plek later zou herkennen. En hij noemde deze plek. Beit Il. Het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij verliet deze plek met de kennis en gedachte dat het huis van Allah subhanahu wa ta'ala hier zou worden gebouwd. Hij verbleef een lange tijd bij zijn oom en hij vroeg hem om te trouwen met zijn dochter genaamd Rahil, de jongste dochter van hem. En hij ging hiermee akkoord. Met de voorwaarde dat hij zeven jaar voor hem zou werken. Jacob alayhi stemde in. Maar toen, bij de huwelijksnacht, hij erachter kwam dat zijn oom niet Rachiel aan hem had geschonken, maar haar zus Lia, sprak hij zijn oom hierop aan. En zijn oom zei toen tegen hem: Dit klopt, ik heb jou de belofte gedaan. Maar het is geen gewoonte bij ons dat de oudste dochter, of dat de jongste dochter eerder trouwt dan de oudste. En daarom heb ik jou Lia gegeven. Want Lia is mijn oudste dochter, en ik ben daarom van gedachten veranderd. Ja, alaihi salam wilde dolgraag met Rachel trouwen, en die oom zei: is goed, ik ga daarmee akkoord, mits jij nog zeven extra jaren voor mij gaat werken, en ja, alaihi s .w. stemde. Hiermee in en zo trouwde hij met beide zussen. En in die tijd, in die wetgeving, was het toegestaan om met twee zussen te trouwen. En zoals jullie weten, is dat verboden verklaard in onze Sharia. Hij verbleef twintig jaar bij zijn oom. Hij werkte als een schapenherder. Hij kreeg enorm veel risico van Allah subhanahu wa ta'ala. Veel rijkdommen. En ook veel kinderen. Precies wat hij had gedroomd. Hij kreeg zes kinderen van Lia. Rahil kon geen kinderen krijgen. Althans, nog niet. Zij had de hoop opgegeven. Ze was wanhopig geworden. En zij schonk aan Jacob haar slavin. Waarmee Jacob twee kinderen kreeg. Vervolgens schonk Lia. Ook aan Jacob een slavin. En ook met haar kreeg hij twee kinderen. En op dat moment had hij dus in totaal tien kinderen. Zes van Lia en vier van twee slavinnen. Maar hij wilde dolgraag een kind van Rahiel. En hij richtte zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. Hij wilde dolgraag dat zij een kind voor hem baarde. En toen werd zij zwanger. En toen kreeg zij een kind. Zij kreeg zelfs twee kinderen. Twee speciale kinderen. Twee grote kinderen. Die beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in een heel mooi verhaal. Die uitvoerig is beschreven in het boek. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze kinderen, beste mensen, waren Yusuf en zijn broer Benjamin. En zoals gezegd, Jacob alayhi salam. kreeg veel geld, had veel rijkdommen. geschonken door Allah subhanahu wa ta'ala. zoals hij had gedroomd. En hij ging terug naar die plek van die droom. en hij bouwde daar Beitul Maqdis. إنذا أصل أنذا صلى الله عليه وسلم هيفتغزخت بين بناء البيت الحرام وبناء بيت المقدس أربعون سنة. تُسنه تباؤن فين البيت الحرام فين الكعبة إن البيت المقدس بفندزخ 40 عام. إن الكعبة إسْعَبَتْ دُورَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِنْذَا إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ Is gebouwd door de kleinzoon van Ibrahim. Jacob a.s. En zo ontstond er een tweede moskee, Een tweede huis van Allah Subhanahu wa Ta'ala op deze aarde. Jacob a. keerde terug naar zijn vader Ishaq in al koets. En dit, beste mensen, beste luisteraars, was het begin. Van een nieuw verhaal. Was het begin van een grote gebeurtenis die wij uitvoerig terugvinden in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala? Een heel hoofdstuk is hieraan gewijd, namelijk het verhaal van Yusuf alayhi salam. Maar jullie moeten nog een beetje geduldig zijn, want de volgende lezing zal helaas niet. Over Yusuf a.s. gaan. De volgende lezing, beste mensen en beste luisteraars. Zal ik, zal ik jullie meenemen. terug de tijd in. Terug naar de tijd. van Ibrahim a.s. Want in zijn tijd. heeft er een belangrijke gebeurtenis. plaatsgevonden, een groot verhaal heeft zich afgespeeld met een groot profeet, met een edele profeet, met een volk die enorme zonden pleegde. Het verhaal waarover de gezanten en de gasten van Ibrahim salam) waarvoor hij bang was, over hebben gezegd, inna ursilna ila qawmilut. Voorwaar, wij zijn gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala naar het volk van Lot om, om hen te bestraffen. De volgende lezing, beste mensen, zal gaan over de profeet Lot alayhi salam en over zijn volk. Wie was hij? Naar wie werd hij gestuurd en gezonden? Waarom werd hij gezonden? Waar stond zijn volk bekend om? Wat deden zij? En wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala uiteindelijk met hen gedaan? Dit zal het onderwerp zijn van de volgende lezing. Ik bedank jullie voor jullie tijd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie hiervoor rijkelijk belonen? En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie zegenen? En jullie kinderen zegenen? En wellicht tot de volgende lezing, inshallah Azza wa Jal. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين